Klein Wiepstraat die jullie winnen met 8-0 van Wilson. Er viel weinig op af te dingen. Nee, ik denk dat wij de eerste 10 minuten begonnen een beetje stroef. Maar daarna, toen eenmaal de 1-0 van Tim erin lag, dan denk ik dat het steeds het balletje steeds sneller ging rollen. In de tweede helft ook een beetje stroef begin, maar toen knakte de bun denk ik wat een kwartier voor tijd. En toen liepen we nog even overheen. Dus een goede opmars voor volgende week, denk ik. Ja, jullie zijn niet echt op de proef gesteld vandaag. Nee, ja, ik denk de hele competitie nog niet helemaal. En ik denk dat we dachten vandaag dat de competitie zou beginnen, maar volgende week helemaal, denk ik. Ja, zijn jullie nou zo goed of zijn die tegenstanders zo slecht? Ja, je kan van allebei wat zeggen natuurlijk, maar vandaag waren wij wel goed, denk ik. Ja. En jezelf, je maakte 2. Ja, meestal heb ik het gemiddelde 2 per seizoen. Daar sta ik nu al op, dus dan hopen we dat we dit keer ja, wat meer van kunnen maken. Ja, en die aanvoerdersband, is dat ook, dat is wel bijzonder, iemand van 21 jaar, wat is het verhaal daarachter? Ja, in de kleedkamer ben ik meestal niet de meeste met mond open, maar het veld wel. Dus ik denk dat, dat het daaraan ligt. Dan, als je in het veld het voortouw neemt, dan gebeurt dat meestal iets eerder. Ja. Ja, je noemde zelf Real al een paar keer. Kijk eens vooruit naar volgende week. Ja, hun hebben denk ik 1 zeepert gehad volgende week. Vorige week bedoel ik. En maar voor de rest zijn hun de competitie ook prima gestart. Dus ik denk dat we dan echt op de proef gesteld gaan worden. Ja, want als verdediging, je hebt vandaag niet zo heel veel te doen gehad. Real scoorde vandaag 11. Dat wordt een heel ander verhaal. Ja, die hebben altijd wat gevaarlijkere mindertjes voorin lopen dan wij. Dus nou ja, we zullen zien. Als we net zo scherp zijn als vandaag, dan denk ik dat we ze ook van de nul kunnen houden. Want wat wordt jullie tactiek volgende week? Ja, meestal passen wij ons niet echt aan aan de tegenstander. Dus dan gewoon zorgen dat wij het achterin dicht houden en dan... voorin hopelijk even er tussendoor kunnen glippen. Ja, het is op een vernieuwd veld in de rond. Ja. Hoe zit dat met jullie veld? Want ik zie de plaggen overal in de rond vliegen. Ik was er vandaag ook een beetje teleurgesteld over toen ik erop kwam. Donderdag was het al zo op het trainingsveld. Er is een hoop zand opgegooid nu. Dus het was niet om naar huis te schrijven dit. Maar... Want jullie trainen neem ik aan veel op het kunstgras. Heb je er geen spijt van dat het kunstgrasveld geen hoofdveld is geworden? Ja, we hebben dan donderdag wel op ons trainingsveld gespeeld. Of getraind dan om alvast weer een beetje te wennen. Maar ja, als het dan echt goed matje is, speel ik liever op gras. Maar als het dan zo'n veld is, dan toch maar liever kunstgras. Nog even naar volgende week. Geef ze een uitslag. Doe ze een prognose. 0-2. 2 keer Florijn Diepstraat? Ik hoop het. Oké. Maar dat maakt niet uit, hè?